Goedemiddag opnieuw. We starten officieel met onze commissie. We hebben 7 vragen op de agenda. We hebben ook een minister die fris als een vis van de Visserijraad hier aanwezig is. Na een nachtelijke vergadering. Dus we zullen moeten goed in de gaten houden of dat ze haar aandacht bij de zaak kan houden. Maar ik neem aan... Ik zal mij proberen niet te verspreken. Voilà, oké. Geen slip op de tong. Geen slip op de tong, ja. En hoeveel tongen wisten we, nee? Oké, we gaan van start met de gekoppelde vraag van collega Grozemans en collega Van den Hoven. Collega Grozemans heeft het over de bestrijding van bacterievuur in de fruitsector en collega Van den Hoven over de aanpak van perenvuur en impact op de export. Ik geef graag het woord in eerste instantie aan collega Grozemans. Dank u wel, voorzitter. Eind jaren 70 werden de eerste infecties van bacterievuur in de boomgaarden van de Limburgse fruitregio's waargenomen. Het zwart verkleuren van bloesems, vruchten, bladeren en twijgen doet denken aan het verschroeien door vuur. Vandaar ook de naam bacterievuur. Ook de snelheid waarmee de infectie kan uitbreiden doet denken aan vuur. Op Europees niveau werd na bijna 50 jaar strijd tegen de ziekte de beslissing genomen om bacterievuur niet langer als quarantaineziekte te beschouwen. De maatregelen vanuit Europa worden dus volledig opgeheven. Eerder gaf voormalig minister Van den Heuvel al aan dat de EU deze beslissing nam, omdat de ziekte al wijd verspreid is op haar grondgebied en we de facto niet meer kunnen spreken over een quarantaine. Het is dan ook onmogelijk om de verdere verspreiding van deze ziekte tegen te houden. Fruittelers zijn vanaf 14 december niet langer vanuit Europa verplicht om bacterievuur te bestrijden. Vanuit het proefcentrum Fruitteelt wordt gewaarschuwd dat deze beslissing grote gevolgen kan hebben voor de sector. Als we niet op tijd ingrijpen, dan wordt heel Haspengouw al snel besmet gebied. Dit zou de export naar China ook enorm in de weg kunnen staan. Op die markt worden percelen namelijk heel snel afgekeurd uit vrees voor bacterievuur. Volgens sommigen zouden slechts enkele bacterievuurvrije percelen uit het Waasland nog aan China kunnen leveren. Waar vroeger het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV, controleerde of er geïnfecteerde struiken en hagen stonden, wordt die verantwoordelijkheid nu doorgeschoven naar de gemeentebesturen. Eigenaars die deze plantenziekte niet aanpakken, riskeren in sommige gemeenten al een gasboete. Vaak worden meidoornhagen aangeplant langs landbouwgronden of op andere plekken en meidoornhagen zijn gevoelig voor de ziekte en kunnen bacterievuur nog verder verspreiden. Er zijn echter ook resistente soorten meidoornhagen. Het is daarom belangrijk om de piste resistente soorten te onderzoeken. Het VLIF zou 3 meidoornsoorten subsidiëren, maar geen enkele van die resistente. Omdat de resistente soorten niet streek-eigen zijn, moet eerst de impact ervan onderzocht worden. En het VLIF zou dit hebben laten onderzoeken. Dat weet ik uit een vraag van mijn vroegere collega Jelle Engelbos. Hierover heb ik volgende vragen voor de minister. Hoe staat u tegenover de nieuwe Europese wetgeving? Welke stokken hebben we nu nog achter de deur om te voorkomen dat bacterievuur zich over heel Haspengouw en het Hageland verspreidt? Vindt de minister die kans op een gasboete een voldoende en goede maatregel? Wat doen we vandaag vanuit de Vlaamse overheid om de strijd tegen bacterievuur te ondersteunen? Welke bijkomende maatregelen kunnen genomen worden? Hoe staat het met het onderzoek rond de bacterievuurresistente meidoornhagen? Wat zou hun impact op de omgeving kunnen zijn? Zijn er momenteel door het VLIF resistente soorten die gesubsidieerd worden? En heeft de minister enig zicht op het bestaan van bacterievuurresistente appel- en perenrassen? Bestaat het ergens ter wereld? En wordt hier door PC Fruit onderzoek naar gedaan? Alvast bedankt voor uw antwoorden. Dank u wel. Collega Van den Hoven. Ja, voorzitter, mevrouw de minister, ik kan niet in herhaling vallen, dus ik wil mij graag aansluiten bij de vrij volledige vraag van de collega. Misschien nog één aspect erbij. Bent u van plan om eventueel een initiatief ter ondersteuning naar de betrokken gemeente toe te nemen? Ik bedoel dan in de zin van wat kan er verder gebeuren? Want natuurlijk, een aantal gemeenten nemen daar initiatief, onder andere via die gasboetes. Maar natuurlijk met het probleem dat zich nu stelt door de afschaffing van die regel Europees, denk ik dat de gemeenten op de eerste plaats het aanspreekpunt zullen zijn, ook voor een aantal fruittelers. Dat het wel belangrijk is dat daar de nodige sensibilisering en de nodige informatie gebeurt. Conclusie, bent u van plan om dit probleem aan te kaarten bij Europese
collega's? Of gaat u eventueel eigen Vlaamse maatregelen nemen, want niks verbiedt dat u bij manier van spreken bijkomend of strenger zijt dan Europa? Dank u wel, mevrouw de minister. Dank u wel, collega's. Het is een interessante commissie vandaag. U hebt uiteraard nog geen vragen kunnen stellen over de visquota. Maar het was een lange nacht, een wakkere nacht. En... wat blieft? Het zou mijn plezier zijn als ik een paar uur mag slapen deze namiddag, maar ik vrees dat het niet zo zal zijn. Nu, de vragen zijn zeer actueel allemaal eigenlijk trouwens. Eerst en vooral, klopt het, collega's, dat de Europese Unie een evaluatie en bijsturing gedaan heeft van het plantengezondheidsbeleid? De nieuwe Europese regels zijn op 14 december in werking getreden. En dat heeft ertoe geleid dat bepaalde ziekten, waaronder bacterievuur, een status als quarantaineziekte verloren hebben. Quarantainemaatregelen zijn bedoeld om de insleep van nieuwe ziekten en plagen tegen te gaan, terwijl bacterievuur, dat weten jullie al, vrij wijd verspreid is in de Europese Unie. De maatregelen die op quarantaineziekten van toepassing zijn, zoals kaalkap van hele percelen of zelfs gebieden, zijn zeer, zeer ingrijpend. Vandaar dat de EU streeft naar een evenwicht tussen verschillende belangen die op het terrein spelen. Om het publieke draagvlak voor het plantengezondheidsbeleid niet te ondermijnen, gaat men omzichtig te werk bij de indeling van ziekten en plagen. En collega, ik acht het daarom weinig waarschijnlijk dat de EU de genomen beslissingen nog zal terugwijzigen. Schadeverwekkende bacteriën trekken het zich natuurlijk niet aan of ze wel of niet op een Europese lijst staan. Dat is soms gemakkelijk voor die bacteriën, maar voor de mensen iets moeilijker. Het lijkt me daarom eigenlijk beter om ons te concentreren op wat we nu kunnen doen om die verspreiding van dat bacterievuur tegen te gaan en de exportkansen maximaal te vrijwaren voor onze fruitteelt- en boomkwekerijproducten. Het is namelijk, en zo kom ik bij uw tweede vraag, collega Groosemans, en dat is ook de vraag van collega Van den Hoven. Wat kunnen we nog doen? Het is dus niet omdat Europa geen veralgemeende quarantainemaatregelen oplegt dat wij niks kunnen doen. Ten eerste blijven er in België nog altijd een aantal gebieden over die door de federale overheid als bacterievuurvrije bufferzone zijn ingedeeld. Dus dat blijft bestaan. Die zones zijn vastgesteld bij KB van 23 juni 2018, zijn beperkt in omvang. Maar binnen die bufferzones blijft het FAVV ook nu nog de controle uitvoeren op het bacterievuur. Ten tweede, buiten de bufferzones wordt bacterievuur voortaan voor een aantal plantensoorten gecatalogeerd als niet-quarantaineorganismen dat de plantkwaliteit kan beïnvloeden. Uit de nieuwe Europese plantengezondheidsverordening vloeien er nog altijd maatregelen voort om te verhinderen dat besmet uitgangsmateriaal van appelen, peren en kweeperen in het vrije verkeer worden gebracht door professionele kwekers. Waardplanten die symptomen van bacterievuur vertonen, mogen niet in de handel gebracht worden. Ten derde zijn er ook verplichtingen die gelden op het vlak van geïntegreerde gewasbescherming. En daar is bepaald dat alle Vlaamse fruittelers besmette planten moeten vernietigen of de besmetting moeten wegsnoeien. Ook siertelers en boomkwekers zijn verplicht om zo de fruitsector mee te vrijwaren. Vier, de vorige maatregelen zijn van toepassing op de professionele kwekers of telers die vanuit het plantengezondheidsbeleid aan bepaalde verplichtingen onderworpen zijn. Maar ook op particuliere terreinen kan bacterievuur voorkomen, terwijl gewone mensen niet direct gevat zijn door de Europese verplichtingen die gelden voor professionele kwekers. Dus daar moeten we alert op zijn. Steden en gemeenten die hebben via een lokaal gasreglement ook een instrument om op te treden tegen particulieren die bijdragen aan de verdere verspreiding van de ziekte. Er zijn al gemeenten die gebruik maken van zo'n lokale reglementen. Aarschot is zo'n voorbeeld en Sint-Truiden doet dat ook. Het gasreglement kan een stok achter de deur zijn, maar uiteraard, collega's, is het van belang om vooral te pleiten voor goed nabuurschap en burgerzin. Ik ken de bewoners van de Haspenhoutse en Hagelandse fruitstreek als mensen die bijzonder trots en fier zijn op hun prachtige streek. Denk maar aan de bloesemperiode. Als je die trots en die fierheid wil vrijwaren in de toekomst, dan spreekt het voor zich dat iedereen aan hetzelfde zeel moet trekken om ziektes in te dijken. Wij kunnen uiteraard, collega's, niet verwachten dat elke hobbytuinier zelf specialist wordt in het herkennen en bestrijden van bacterievuur, maar we kunnen wel samenwerken. Gelet op het grote collectieve belang voor de hele streek, is het voor mij toch wel van belang dat we zoeken naar oplossingen waarin ook de gemeenten een bemiddelende en zelfs een handhavende rol spelen via een gasbeleid.
Maar uiteraard kan ik niet verhelen, collega's, dat de toepassing van de nieuwe Europese regelgeving in zaken plantengezondheid tot heel wat kopzorgen leidt. Niet alleen bij de professionele kwekers, maar ook bij mij als bevoegd minister, aangezien een aantal organismen niet langer als quarantaineorganismen beschouwd worden, maar wel als organismen die tot kwaliteitsschade kunnen leiden, waardoor de facto niet het FAVV, maar wel de Vlaamse overheid bevoegd is. Maandag heb ik ook al in het kader van in de marge van de Visserijraad een zeer uitgebreid overleg gehad met federaal minister Ducarme, waarover straks ook nog meer, maar ook over dit dossier. En we zijn overeengekomen dat er op korte termijn duidelijke afspraken moeten komen op ambtelijk niveau over de toepassing in zijn geheel. Want ik kan mij niet permitteren dat er plots discontinuïteit ontstaat. Dus het FAVV moet zorgen voor de continuïteit bij de professionele kwekers, zodat de sector nu niet in de kou komt te staan, omdat er nieuwe Europese regelgeving in werking is getreden op 14 december. Hij heeft ook een engagement op dat vlak genomen, Ducarme. Dus ik hoop dat hij dat nu zal nakomen. Maar het was eigenlijk, Loes, je waart erbij, een heel constructief gesprek. Het onderzoek, uw derde vraag, collega Grozemans dan, dat de producentenorganisaties uitvoeren op vlak van bacterievuur, wordt voor 50% gesubsidieerd van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Er is hiertoe een raamcontract tussen het proefcentrum Fruitteelt en de producentenorganisaties Belorta, de Belgische Fruitveiling, de Limburgse tuinbouwveiling New Green en Green Diamond. Binnen dat raamcontract is een jaarlijks budget van €90.000 voorzien voor opvolging en onderzoek van nieuwe of opflakkerende problemen. En dan de Meidoornhagen, heel mooi trouwens, zo'n Meidoornhaag. Er zijn diverse bacterievuurresistente Meidoornhagen op de Belgische markt beschikbaar, maar dat zijn allemaal uitheemse of niet-streek-eigen soorten. Het INBO raadt af om die uitheemse soorten te planten bij ons. Dus daar zit ook een probleempje. Voor het VLIEF is destijds de beleidskeuze gemaakt om alleen het aanplanten van inheemse streek-eigen soorten te subsidiëren. Maar die zijn dus niet resistent ten opzichte ten aanzien van het bacterievuur. Het aanplanten van streek-eigen meidoornhagen hoeft geen probleem te zijn. Maar er kunnen wel problemen ontstaan, uiteraard, als zo'n haag besmet raakt en er niet opgetreden wordt tegen de besmettingshaard. Want in zo'n geval kan de ziekte zich gaan verspreiden en dat is een hele slechte zaak. Dan appel- en perenrassen. Collega Grozemans, goed idee. Maar er zijn volgens de administratie geen echte bacterievuurresistente appel- en perenrassen op de markt. Het is wel zo dat variëteiten een verschillende gevoeligheid hebben ten aanzien van bacterievuur. En de meest gevoelige rassen verdwijnen langzaam maar zeker bij de fruitteeltbedrijven. In veredelingsprogramma's over de hele wereld wordt gezocht naar rassen die minder gevoelig zijn voor bacterievuur. En ik hoop echt dat genetische selectie op termijn tot resistente variëteiten kunnen leiden. Maar zover zijn we nog niet. Maar u weet dat wij ook met ons eigen onderzoeksinstituut heel, heel intens aan het werken zijn, ook op die thema's. Er is dus nog werk aan de winkel en er zijn ook budgetten nodig om het onderzoek daar rond ook te doen. Dank u wel, mevrouw de minister. Mevrouw Grozemans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, dank u wel voor uw zeer uitgebreide toelichting die toch heel wat heeft verduidelijkt. Misschien nog een bedenking. Heel wat broeihaarden van die infectie die bevinden zich eigenlijk buiten die boomgaarden. Die bevinden zich ook in parken en tuintjes die door gemeentepersoneel worden onderhouden. Ook in particuliere tuinen. En misschien is het een goed idee, collega Van den Hoven gaf het ook al aan, de gemeenten gaan hier een belangrijke rol in spelen, worden een aanspreekpunt, om toch het gemeentepersoneel te sensibiliseren in het herkennen van bacterievuur, ook het sensibiliseren van inwoners die in de fruitstreek wonen. Want ik denk dat ze heel vaak niet bewust zijn van het feit dat er bacterievuur bij hun perelaars zit. En ik denk dat ze ook niet bewust zijn van het feit hoeveel schade hun besmette bomen zouden kunnen aanbrengen bij fruittelers. Nog één korte vraag. Wat is precies het probleem? Ik weet niet of je dat weet, of misschien moet ik naar een gespecialiseerd fruitteler gaan om dat te vragen. Of een specialist in meidoornhagen. Wat is precies het probleem van het planten van die uitheemse meidoornhagen? Dat intrigeert mij wel. Dank voor je antwoorden. Een heel technische vraag. We zullen zien of de minister kan antwoorden. Meneer Van den Hoven.
Mij volstaat het voorlopig. Dankjewel, mevrouw de minister. Oh, zijn er mensen die zich willen aansluiten? Nee. Mevrouw de minister, dan terug aan u het woord. Ja, uw vraag was of ging over die inheemse soorten. Ja, ja. Dat is een beleidskeuze die we gemaakt hebben. Hè. Veel uitheemse soorten. Van, ik ben geen expert ter zaken, dus ik wil dat nog eens navragen. Maar ik ben ooit schepen van Leef, Milieu en Natuur geweest in de mooie stad Torhout, waar ik ook een meidoornhaag heb gered van vele wegenwerken. Ik vind dat een heel goede beleidskeuze om in Vlaanderen zoveel mogelijk streek eigen zaken te zetten. Ik weet dat veel uitheemse soorten nogal invasief zijn, dus de anderen gaan domineren. Maar ik weet niet of dat voor meidoorn zo is. Dus dan moet ik dat... Maar ik weet dat dat met dieren zo is en met veel planten ook. En dan vroeg ik net aan Loes, u hebt dat niet gevraagd, maar het mag bij het verslag. Hoe herken je bacterievuur? En dat is een heel groot probleem, omdat dat zeer moeilijk te herkennen is. En ik heb een fotootje van een appel. Het is toch een appel die aangetast is door bacterievuur. Dus we kunnen dit misschien bij het... En dat is een meidoornhaag die aangetast is. Voilà, we gaan dat erbij stoppen. Dan is dat zichtbaar voor iedereen. Je moet proberen om elke vraag om een uitleg te beschouwen als een kans om iets bij te leren. Nee? Dus bij deze heb ik... Het zijn geen wans, nee. Dus zeg de voorzitter. Dank u wel. Ja. Ja. Oké. Mevrouw Rosemans, ja. Nog een slotwoord voor u? Een korte repliek. Moet het inderdaad blijven bestrijden, want het is een utopie dat we op dit moment bacterievuur volledig kunnen uitroeien. Nu, de EU trekt zich terug, dus nu is het aan ons om fruittelers te steunen in die strijd door het nemen van die preventieve maatregelen, door acties, door te sensibiliseren en door verder onderzoek via PC-fruit. Ik ga dat in ieder geval samen met mijn collega Van den Hoven verder opvolgen. Dank u wel, collega Van den Hoven. Ik neem aan dat voor u ook... Ja, alleen nog, ik denk inderdaad dat we moeten opletten met invasieve soorten. Dat is dan geen debat voor de Landbouwcommissie, dat is eerder een debat voor de Commissie Leef, Milieu en Natuur. Maar vanuit mijn vorig leven weet ik effectief dat dat toch nogal gevoelig ligt. Dus als we inderdaad het zouden kunnen oplossen, hier in dit geval met een buitenlandse aanpak, geen probleem om dan een ander probleem te bestrijden. Maar we mogen niet één probleem oplossen en een andere creëren. Ik denk daaraan een slechte zaak zou zijn. Voilà. Dank u wel. Dan mogen we deze vraag om uitleg als afgesloten beschouwen en komen aan de belangrijke vraag van collega Koenegracht. Een stuk opvolging van de bespreking die we ook gehad hebben in de vorige commissie. Collega, graag aan u het woord over de erkenning van de hitte en de droogte van de afgelopen zomer als landbouwramp. Dank u wel, voorzitter. Klopt inderdaad, we hebben het hier al eens over gehad en ik dacht... Het Landbouwrampenfonds houdt officieel op te bestaan op het einde van dit jaar, dus het was een goede gelegenheid om nog eens naar de stand van zaken te vragen van de lopende dossiers. We hebben het... Afgelopen zomer is door de zonnebrand schade, heel wat schade aan, in mijn streek vooral fruit, gebeurd. De droogte had ook een impact. Die zonnebrandschade is ondertussen door het KMI ook erkend als een uitzonderlijke gebeurtenis. Die droogte werd nog onderzocht. De minister heeft ondertussen ook aan de gemeente gevraagd de rapporten van de lokale landbouwcommissies over te maken, zodat de schade ook in te schatten viel in het kader van de opbouw van dit dossier. Ik ga de problematiek niet uitgebreid verder schetsen, omdat we het er al genoeg over gehad hebben. Even naar de vragen. Heeft u ondertussen al meer nieuws van het KMI? Is daar duidelijkheid over de vraag of ook de droogte tijdens de afgelopen zomer kan beschouwd worden als een uitzonderlijke omstandigheid? Welke concrete periode en andere parameters werden gebruikt als basis voor dit onderzoek? Beschikt de minister ondertussen over alle nodige informatie om de erkenningsprocedure als landbouwramp op te starten? Zo ja, wanneer schat u in dat dit zal gebeuren? Welke zijn de precieze omschrijvingen op basis waarvan de erkenning als landbouwramp zal worden opgestart? Tegen wanneer hoopt u hierover naar de Vlaamse regering te kunnen gaan? En heeft u al enig zicht op het aantal ingediende dossiers en de omvang van de aangegeven schade? Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw de minister.
Dank u wel, collega's. Misschien voor uw informatie, maar helemaal achter in de zaal zit Céline en haar vriendin. Céline is in de vorige jaren heel vaak naar de commissie onderwijs gekomen. Is dankzij de goede werkzaamheden van de commissie onder andere studies gestart. Ik denk Latijn-Frans. Voilà, en ze komt nu ook naar hier op bezoek. Gisteren heb je uw studies zijn bijna afgerond, zeker? Hè? Voilà, nu is ze aan het blozen, maar ik vind het mooi als jonge mensen de moeite doen om naar het parlement te komen om commissievergaderingen te volgen. En ze is van Veurne, als ik mij niet vergis. Voilà, West-Vlaanderen, uiteraard. En nu komt ze naar de commissie Landbouw, wat misschien ook wel iets betekent. Maar veel succes in elk geval. Voilà, je kunt hier ook veel bij leren. Collega Koenegraat, zoals eerder toegelicht, heeft mijn voorganger op 26 september 2019 een advies van het KMI ontvangen over de hitte. Ik heb dat hier uitgebreid toegelicht ook, van eind juli 2019 en in bijzonder deze van 24 en 25 juli. Daar was over de droogte, stond daar niks in, omdat er ook niks over gevraagd was. Ik heb vervolgens op 29 november een eerste advies van het KMI over de droogte ontvangen. En op 9 december hebben we bijkomende informatie van het KMI gekregen. In het advies wordt de periode tussen 15 juni en 30 september 2019 bekeken. Dus 15 juni, 30 september. Daarbij worden twee criteria gehanteerd. Ten eerste de gecumuleerde neerslaghoeveelheid. En ten tweede de waterbalans die een indicatie heeft van de balans tussen opname en verdamping van water door de plant. De conclusie van dit advies is dat in 96 gemeenten de droogte van afgelopen zomer als uitzonderlijk beschouwd kan worden. Het zij voor de parameter neerslaghoeveelheid, het zij voor de parameter waterbalans. En wat betekent dat? Dat betekent dat de terugkeerperiode van 20 jaar overschreden is. Dan wat al uw andere vragen betreft, die zeer interessant zijn, maar daar kan ik u nog geen volledig antwoord op verschaffen, omdat ik op dit ogenblik nog niet over de volledige informatie beschik om de erkenningsprocedure te kunnen opstarten voor een landbouwramp voor schade veroorzaakt door zonnebrand of droogte. Om de procedure te kunnen opstarten heb ik nog een betrouwbare inschatting nodig van de totale schade en van de gemiddelde schade per landbouwer. Maar u zult begrijpen, collega, op 9 december hebben we het advies. Allee, het is een beetje moeilijk om dat nu allemaal al te hebben. Begin december is door het departement Landbouw en Visserij zijn alle procesverbalen van schadevaststellingen door de gemeentelijke schattingscommissies en expertiseverslagen ingezameld. En wat ik u wel kan meegeven is dat tot vandaag er 6857 PV's en expertenverslagen bij de buitendiensten van het departement Landbouw en Visserij ingediend zijn. Het aantal betrokken landbouwers is wellicht wat lager, maar daar zijn we dus nog de cijfers aan het verzamelen. De verwerking van al die gegevens zal kunnen starten in januari en zal wellicht tot en met maart 2020 in beslag nemen. De diensten van het departement geven op dit ogenblik prioriteit, en ik hoop dat u dat begrijpt, aan de afhandeling van de schadedossiers van de landbouwramp 18, omdat we daar beslissingen genomen hebben en daar moet er uitbetaald worden. Dus ik vermoed dat we in maart zicht zullen hebben over het verdere traject en de opstart van de procedure. Maar op dit ogenblik is het wel zo dat het zeker zinvol geweest is om die adviezen op te vragen, omdat er toch belangwekkende conclusies daaruit zullen kunnen getrokken worden. Maar dat moeten we natuurlijk aan de Vlaamse regering voorleggen. Dank u wel, collega Koenegraat. Dank u wel, mevrouw de minister. Het is alleszins positief nieuws, denk ik. Enfin, positief, het is alleszins goed nieuws dat KMI dat erkent, ook als uitzonderlijk. Dat biedt alleszins iets meer perspectief voor het verdere verloop van deze procedure. Ik weet niet of 6800 en zoveel PV's of verslagen veel of weinig is in dit soort omstandigheden, maar het lijkt mij toch aanzienlijk en relevant. Natuurlijk, als we het hebben over zonnebrandschade, denken wij automatisch aan appelen en peren, of ik toch zeker in mijn regio, maar natuurlijk krijg ik ook vanuit andere sectoren wel signalen dat bijvoorbeeld ook bij korrel, maïs en zelfs groenten er toch wel wat schade is opgetreden. Ik weet niet of u
al zicht heeft op de diversiteit in de gewassen die zijn binnengekomen. Zover zullen die analyses nog niet gebeurd zijn, want ik ben, om dat ook nog te benadrukken, natuurlijk helemaal akkoord dat u prioriteit geeft aan de uitbetalingen van de schade die ondertussen en de rampen die wel erkend zijn en waar ook de beslissingen genomen zijn, omdat landbouwers daar inderdaad ook wel op die uitbetaling zitten te wachten. Dus hoe sneller, hoe beter op dat vlak. Maar dank u wel voor alle moeite alvast. Zijn er collega's die zich wensen aan te sluiten? Ik zie collega Romboots. Een kort vraagje voor de zekerheid dat de huidige regeling die eigenlijk in het verleden telde, dat het op basis daarvan is en de afhandeling ook volledig is. Want we zitten natuurlijk nu in een overgangsverhaal. Dus oké, dat wordt bevestigd. Dat was voor de zekerheid. Dank u wel. Dank u. Het is in elk geval positief nieuws, zoals collega Koenegracht zegt, dat het onderzocht is. En ik denk dat het ook op aandringen hier van deze commissie is dat het onderzoek er nog gekomen is voor het bijkomende aspect droogte en in dat geval hier ook waterbalans. Want het KMI had in eerste instantie een advies gegeven enkel en alleen met betrekking tot die zonnebrand. Dus we hopen dat inderdaad zij die schade geleden hebben daar een correcte vergoeding voor kunnen krijgen binnen het reglementair kader. Natuurlijk, 96 gemeenten lijkt een beetje eigenaardig. Is dat een aaneengesloten gebied of is dat een vlekkenaangelegenheid? Dus de vraag is, hoe gaat je daarmee omgaan? Buurgemeenten ten aanzien van elkaar. De droogte stopt meestal ook niet echt aan de gemeentegrens. Mevrouw de minister. Ik leer veel bij over waar de droogte stopt en vocht start. Misschien starten bij de vraag. Het is goed, voorzitter. Je hebt gelijk. Misschien start het met de zeer pertinente vraag van collega Romboots. Ik had dat ook vorige of al op een vorige vraag gesteld, maar mensen die dit verslag lezen, het is nuttig om het... Herhaling kan soms zeer verhelderend zijn. Dus u hebt absoluut een punt. Alle schades hier worden nog afgehandeld volgens de oude procedure. Betekent dus dat die niet onder het systeem vallen van de breedeweersverzekering. Zeer belangrijk om op te merken waar de breuklijn ligt. Wij hebben, collega's, er zijn in totaal 6.857 PV's ingediend voor zonnebrand en droogte samen. En die liggen verspreid over gans Vlaanderen. West-Vlaanderen, sorry, heeft er meest. Dat zijn er 3.386, 1.303 in Limburg, 897 in Oost-Vlaanderen, 346 in Vlaams-Brabant en 925 in Antwerpen. Dus we hebben aan het KMI aanvullend advies gevraagd om wat duidelijkheid te krijgen van waarom 96 gemeenten. Maar we moeten er ook eens over nadenken. Dat zijn blokken, gebieden, die aaneengesloten liggen. Maar het is niet één aaneengesloten gebied dat zo verspreid over Vlaanderen. Maar ik wil nu ook eens kijken in hoeverre is de plaats waar de meetpunten staan mee bepalen. Dus we moeten die dingen nog onderzoeken om dan te zien op welke manier we verder met het dossier gaan. Vandaar dat het niet zo eenvoudig is om te zeggen, voilà, het is nu in die 96. Allee, we moeten dat ook matchen met de schadedossiers, et cetera, et cetera. Het aantal dossiers dat effectief in aanmerking zal komen, zal uiteraard lager liggen. Een budgettaire inschatting kunnen we absoluut nog niet maken. En als ik de vergelijking maak, collega Koenegracht had dat denk ik als aanvullende vraag gesteld. Bij de landbouwramp in 2017 hadden we 3.196 droogtedossiers voor een bedrag van 29 miljoen euro. En bij de landbouwramp van 2018 hadden we 12.000 dossiers droogte en 155 miljoen euro schadevergoedingen, waarvan 99 miljoen uitbetaald in 2019 en het saldo in 2020. Dat was dus zeer, zeer, zeer omvangrijk. Het zal nu niet zo omvangrijk zijn als 18, maar ik zeg, we moeten de procedure... ik probeer u de informatie te geven die ik nu op dit ogenblik al kan bezorgen. Dank u wel voor deze open communicatie, mevrouw de minister. Het is ook belangrijk dat de sector geïnformeerd wordt over deze aspecten. Collega Koenegracht, nog een slotbeschouwing van u in tweeën? Nee? Ja, dank u. Dan gaan we over naar de volgende vraag om uitleg van collega Ongena over de steunmaatregel voor de H3N1 getroffen pluimveebedrijven en de vergoedingen die dan gaande. Collega Ongena. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, ja, ook dit is eigenlijk een opvolgingsvraag. We hebben het natuurlijk al uitgebreid gehad in deze commissie
over het H3N1-virus dat heel wat pluimveebedrijven heeft getroffen. Ik ga niet uitvoering ingaan op de historiek, ik denk dat door iedereen gekend is. Hè. Dus het voorjaar waren verschillende pluimveebedrijven getroffen door de H3N1-virus. Hebben heel wat van die bedrijven proactief beginnen ruimen. Maar heeft men pas vanaf 11 juli, hè, toen dat het federale KB verschenen was, kon men daar vergoedingen voor krijgen. Ik vat heel kort samen. Maar dus heel veel bedrijven kunnen daar dan geen beroep op doen, omdat dat niet retroactief mocht worden uitgekeerd. Daarom is de Vlaamse regering op uw initiatief heeft dan zelf maatregelen genomen, hè, met een herbevolkingspremie die recent door de Vlaamse regering is goedgekeurd, waar u ook een enveloppe van 2,5 miljoen euro voor voorzien heeft. Natuurlijk tevreden dat men op die manier toch probeert tegemoet te komen aan de vraag van die pluimveebedrijven die proactief hebben ingegrepen. Maar de vraag is natuurlijk, ja, men had maar een korte periode om in te dienen en daarom wou ik eens checken naar de stand van zaken. Dus heel concreet heb ik enkele vragen, mevrouw de minister. Kan u zo'n stand van zaken geven over het aantal ingediende dossiers en de concrete vergoedingen die de bedrijven zullen ontvangen? Wanneer gaan die uitbetaald worden? Gaat men daar snel, nog dit jaar geld krijgen? Het was een relatief korte periode om in te dienen, volstond die? Hè. Men kan dat misschien zien aan de vraag of dat de aanvragen wel volledig waren. Die niet volledig waren, zouden die alsnog een beetje tijd krijgen om dat eventueel te vervolledigen? Of is de hakbijl daar heel streng en gaat dat niet meer mogen? Heeft u al een totaalzicht op de schade van het H3N1-virus? En als laatste vraagje, heeft u met de sector al eens samengezeten om te zien hoe dat we in de toekomst dergelijke problemen kunnen aanpakken en het verhaal van de niet-retroactiviteit kunnen vermijden? Alvast bedankt. Dank u wel. Mevrouw de minister. Dank u wel, collega's. Een zeer, zeer gevoelig dossier waarover we het hier al een aantal keren gehad hebben. Dus, collega, in toepassing van de steunregeling die collega Van den Heuvel nog op de agenda geplaatst had, maar die we uiteindelijk pas goedgekeurd hebben op de Vlaamse regering op 22 november 2019, zijn er 58 dossiers ingediend in de periode van 22 november 2019 tot en met 1 december 2019. Ons departement is gestart met de beoordeling van de ingediende dossiers en de berekening van de concrete vergoedingen per bedrijf. De bedoeling is om de dossiers zeer snel in betaling te stellen, uiterlijk begin 2020, maar eigenlijk is de bedoeling om alles buiten betaald te hebben in 2019. En ik keek eventjes naar Loes, omdat u een vraag stelde over, moet er niet meer tijd gegeven worden? We hebben de indruk dat iedereen, ze waren klaar, we hadden met de sector gesproken, iedereen was klaar om zijn dossiers in te dienen. Ze gaan niet allemaal goedgekeurd worden, omdat er bij een paar dossiers wat problemen zijn, maar er moet geen extra tijd gegeven worden. Dus dat is formeel bevestigd. Maar collega's, het zal u niet verbazen dat de impact van dat virus op de bedrijven zeer, zeer, zeer felle emoties heeft veroorzaakt. Het schadedossier dat wij goedgekeurd hebben door de Vlaamse regering, daarmee kunnen we 15% van de geleden schade vergoeden. En gelet op de enorme schade die de bedrijven hebben opgelopen, is het de bedoeling om dit jaar nog wat bijkomende middelen vrij te maken. Bovenop de al voorziene 2,5 miljoen euro zouden we 1,7 miljoen euro extra vrijmaken, waardoor we geen 15, maar wel 30% van de geleden schade zouden kunnen vergoeden en waarbij er in totaal dus 4,2 miljoen euro Vlaamse steun kan komen. Dat dossier moet nog naar de Vlaamse regering. De bedoeling is om dat vrijdag te doen, maar het zou een beetje gek zijn als ik u dat nu niet meedeel en dan dat u nu met die cijfers gaat en dan vrijdag er weer andere cijfers komen. Dus we hebben het daar. Dus is de bedoeling om dat vrijdag dus te doen. Dus uw derde vraag over die korte periode voor indiening, ik denk dat dat duidelijk is voor u. De screening op de volledigheid van de ingediende aanvragen is gebeurd in de periode tussen 25 november en 3 december. Is simultaan gebeurd met de indiening van de dossiers. De indiening van de aanvragen waren in de meerderheid van de gevallen volledig. Alleen een beperkt aantal van de ingediende aanvragen was onvolledig. De bedrijven die een onvolledig dossier hebben ingediend, die zijn per mail en telefonisch verwittigd met vragen om verduidelijking en bijkomende informatie. Dus alle dossiers waren volledig tegen 6 december 2019. Met een pluim voor de administratie ook, die daar heel, heel snel opgesprongen is. De
Op basis van de ingediende dossiers kan een raming gemaakt worden van de kosten die gepaard gaan met het herbevolken van vrijwillig geruimde stallen. Die kost bedraagt ongeveer 15 miljoen euro. De totale schade die de bedrijven geleden hebben is groter, omdat er in dat geval ook de kosten bijkomen voor het doden van de dieren, het ophalen van de kadavers, een verlengde leegstandsperiode, etc. etc. Het is dus niet mogelijk om hiervoor een totale schade te ramen. Dan de toekomst. Ik heb u hier al gezegd dat ik dit bijzonder, bijzonder frustrerend vind, allemaal. Nog een voordeel van zo'n visraad is dat je uw collega's veel tijd hebt om uw collega's te zien. Dus in het gesprek met collega Ducarme hebben we het ook over de kippenproblemen gehad. Nu, wat ik positief vond, is dat de minister zich echt wel zeer bewust toonde over de financiële impact die de besmettingen gehad hebben op de pluimveebedrijven. In het bijzonder bij jonge landbouwers. Hij heeft het verloop van het dossier geëvalueerd met het oog op een sneller beslissingsproces in de toekomst. En op onze vraag bekijkt hij twee mogelijkheden om de sector ook nog financieel een duwtje in de rug te geven. Ik kan u daar nog geen garanties over geven, omdat hij heeft aan ons gezegd dat hij die twee maatregelen effectief wil bekijken. Eén, hij is de mogelijkheid aan het bekijken om de pluimveehouders vrij te stellen van een bijdrage aan het Sanitair Fonds voor 1 jaar. En twee, bekijkt hij ook de mogelijkheid om de minimis steun te verlenen aan de getroffen bedrijven. Maar dat is nog met een vraagteken uiteraard. We weten nog niet of dat zal lukken. Maar hij was zeer empathisch. Ondertussen zijn wij ook bij de Europese diensten aan het kijken hoe we kunnen vermijden dat zo'n situaties nog gebeuren. Ik heb u dat ook verteld, omdat door het feit dat dan een griep was die als laag pathogeen werd aangemerkt, komt u dus in een situatie waarbij die jonge mensen tussen twee stoelen vallen en de financiële impact fenomenaal is. En zij met grote frustratie zitten te kijken naar wat er gebeurt. En ik heb ook geleerd, de beslissing van, we hebben daar ook met collega Ducarme erover gehad, de dag waarop hij zijn beslissing neemt, had hij dat 14 dagen vroeger gedaan, was dat een totaal ander beeld. Maar hij kon het evengoed niet gedaan hebben, wegens de onduidelijkheid in de regelgeving. Dus ik kan hem in deze niet veel verwijten, maar hij was begripvol en ik hoop echt dat hij ook inspanningen levert om die twee extra maatregelen nog te nemen. Dus we houden zeker de vinger aan de pols. Ik hoop dat we vrijdag op de regering ook een positieve beslissing ter zake kunnen nemen en zo toch iets meer soelaas geven aan datgene wat de mensen meegemaakt hebben. Dank u wel, collega Ondena. Dank u wel, mevrouw de minister. In de eerste plaats natuurlijk ook dank aan uw diensten voor de snelle en efficiënte opvolging, als ik uw antwoord goed beluister, van de ingediende dossiers. Men heeft toch de moeite gedaan om deze mensen dan te begeleiden en zij die dan geen volledig dossier hadden toch de kans gegeven om het te vervolledigen. En ik noteer ook dat men nu ook heel snel gaat overgaan tot een uitbetaling van die steun. Ik denk dat dat naar die mensen toe zeker een goede zaak is. Uiteraard ook dank dat u naar de verzuchtingen luistert van de sector, dat die 2,5 miljoen euro die u voorzien had, wat weinig was, hè, vond men. Voor alle duidelijkheid, ik denk dat het belangrijk is dat de Vlaamse regering doet al meer dan wat ze eigenlijk moet doen. Hè. Dus in die zin was het al een serieuze tegemoetkoming. Maar het feit dat u dat wilt optrekken naar die 4,2 miljoen euro is natuurlijk ook heel goed nieuws. Dat is toch voor hen dan, als ik het wat bekijk, bijna een verdubbeling dan van de steun die ze gaan krijgen. Hè. Van 15% naar 30%. Dus dat is natuurlijk ook heel goed nieuws. En ik hoop dat de Vlaamse regering, de collega's in de regering, u dan ook groen licht gaan geven voor deze extra steun. Ik noteer ook dat u met minister Ducarme overleg heeft gehad, wat natuurlijk ook een goede zaak is. En we hopen samen met u, dat zijn twee voorstellen die natuurlijk ook wel nog een welgekomen steun gaan kunnen zijn voor die getroffen bedrijven, dat die er gaan doorkomen. Dus alvast bedankt voor dit zeer omstandig antwoord, waarin toch heel wat goed nieuws zit. Goed nieuws is altijd relatief. Het gaat natuurlijk altijd over mensen die zware problemen hebben gehad. Misschien toch één klein bijkomende vraag. Ik denk dat het belangrijk is, en voor een stuk heeft u daar natuurlijk al op geantwoord, dat we proberen lessen te trekken uit hetgeen dat gebeurd is. Hè. Ook u, de marge naar Europa toe kan zeker ook helpen. Een ander idee dat soms opduikt is de vraag naar een eigen sectorfonds. Dat zou kunnen opgericht worden. Daar is de vraag, heeft u met de sector misschien al rond de tafel kunnen zitten om eens na te gaan of we via zo'n eigen sectorfonds misschien ook naar de toekomst toe wat soelaas kunnen bieden. Alvast bedankt.
Dank u wel. Zijn er nog collega's die zich wensen aan te sluiten? Ja, dank u wel. Ik ben uiteraard zeer tevreden met de vergoeding en de nu nog bijkomende mogelijkheid voor extra financiële middelen. Hopelijk volgt daar inderdaad een positieve beslissing. Mijn bezorgdheid blijft toch nog altijd een beetje. Landbouwers die dierenleed hebben gestopt en verdere verspreiding hebben proberen tegen te gaan, zijn daar toen voor gestraft. En nu dreigt er natuurlijk een beetje het perverse effect te ontstaan dat bij een volgende uitbraak landbouwers gaan wachten en gaan blijven wachten. En ik denk dat we daar toch heel attent moeten voor zijn en daar toch een duidelijk signaal geven dat de volgende keer dit veel beter zal aangepakt worden. En ik hoop natuurlijk dat dit dossier niet in de koelkast gaat tot de volgende uitbraak, maar dat daar ondertussen nog hard aan gewerkt wordt. Oké, dan wil ik mij ook zelf aansluiten bij het belangrijke nieuws. Dank voor het belangrijke nieuws dat er verhoging is van het budget, maar vooral ook het engagement en de contacten met u, Carmen, die moeten kunnen leiden tot een systeem dat dit nooit meer kan voorvallen. Want wanneer landbouwers getroffen worden en extra getroffen worden door problemen met communicatie en administratie, dan leidt dat tot bijzondere frustratie. En dat moeten wij dan toch wel proberen, mevrouw de minister, te voorkomen. Maar graag aan u opnieuw het woord. Ja, ik ben het er absoluut mee eens. Dus eerst en vooral wat het sectorfonds betreft, daar is de info opgevraagd door de sector. En de administratie zoekt daar ook een overlegmoment om daar nu wel werk van te maken, want het is natuurlijk een heel groot verschil wat de vrije bestedingsmogelijkheden van de middelen betreft. Dan er is om op de vraag van collega te antwoorden. Maar ik begrijp zeer, zeer goed uw opmerking. We hebben het er ook al over gehad de vorige keren, dus ik kan u daar absoluut niet tegenspreken. Maar het is ook onze plicht om vanuit Vlaanderen te doen wat we kunnen doen. Collega Ducarme heeft gezegd dat er een federaal initiatief lopende is om bij een nieuwe uitbraak van laag pathogene vogelgriep tot eind 2020 een onmiddellijk ruimingsbevel in te voeren. Dus ze zijn er ook niet blind voor de effecten van datgene wat gebeurd is. En hij beseft zeer goed dat het effect van wat nu gebeurd is, als wat u zegt, collega, mainstream zou worden, dat dit pas niet vast zou zijn voor onze dieren. Dus ook op dat vlak, hij heeft dat initiatief genomen en dat heeft ons ook een beetje gerustgesteld. Je bent nooit gerust natuurlijk, want het is niet aangenaam, maar dat is toch al positief. Dank u wel, collega Ongena. Nee, geen grote slotbeschouwing meer, behalve dank nogmaals voor de geleverde inspanning. Dank u wel. En dat brengt ons dan bij de volgende vraag. Een totaal ander onderwerp. En ik neem aan dat dat de eerste keer is in deze legislatuur, maar in de vorige legislatuur toch wel ook heel vaak aan bod gebracht. Over het nieuwe actieplan voor het terugdringen van het gebruik van antibiotica bij nutsdieren. En dat is een vraag van collega Talpen. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister. Overconsumptie, om het zo te zeggen, van antibiotica is al langer een werkpunt. Verstandig gebruik van antibiotica dringt zich ook meer en meer op als we resistentie willen voorkomen. Dat geldt niet alleen voor gebruik bij mensen, maar ook bij dieren. Nu, we maken daar al werk van. Ik verwijs onder meer naar het Visie 2020-plan van Amcra. In dat plan staan drie doelstellingen voor minder antibiotica gebruik. En die doelstelling die vinden we ook terug in het antibiotica-convenant uit 2016... tussen de federale overheid en verschillende betrokken partners, zoals landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen, dierengezondheidsorganisaties en ook andere schakels uit de dierlijke productiekolom. Nu, volgens de recentste cijfers zijn twee van de drie doelstellingen ondertussen bereikt. De eerste doelstelling, dat was 50% minder dierenvoeders gebruiken waar antibiotica in zitten, tegen 2017. Dat werd ruimschoots behaald met een totale daling van 69,8% ten opzichte van het referentie. Ook de tweede doelstelling was tegen 2020 75% minder kritische antibiotica, die ook uiteraard belangrijk zijn voor de menselijke gezondheid. Dat werd al in 2017 behaald. Daar hadden we een daling van 79,1%. En dan de derde doelstelling, dat was het totale antibioticagebruik in de dierengeneeskunde, dat met 50% verminderen ten opzichte van 2011. En daar is dus nog werk aan de winkel.
Nu, tussen 2011 en eind 2018 daalde het antibiotica-gebruik bij dieren in België met 35,4%. We hebben dus nog 14,6% te gaan, willen we die 50% doelstelling behalen voor het einde van 2020. Nu, vanuit de sector horen we dat dat haalbaar zou moeten zijn. Uiteraard in de veronderstelling dat er geen onverwachte of ongewone epidemieën of dierenziektes zich voordoen. Nu, ik weet, het is in hoofdzaak een federale aangelegenheid, maar naar aanleiding van het visie 2020-plan en convenant werd in de vorige legislatuur een resolutie betreffende antibiotica-gebruik bij nutsdieren goedgekeurd om eigenlijk een aantal ondersteunende maatregelen te nemen op vlak van sensibiliseren, informeren, maar ook stalhygiëne en promotie van gezond vlees. Uw eigenste voorzitter, mevrouw de minister, maar ook collega Sofie Joosen hier aanwezig, waar mede initiatiefnemer van deze resolutie. Nu, er komt ook federaal een nieuw plan. AMCRA 2024 staat zelfs al in de stijgers. Het breidt ook het beleid voor registratie en benchmarken van antibiotica uit naar meer diersoorten, ook de gezelschapsdieren. Nu, we stellen vast dat dit plan wel beperkt blijft tot het federaal niveau en ook de convenant bevat geen deelname van de regionale overheden. Nochtans vinden wij dat Vlaanderen vanuit haar preventieve bevoegdheid toch een bijdrage kan leveren tot het welslagen van dit plan. Nu, met het oog op de uitbreiding ook naar de gezelschapsdieren toe, denk ik dat de minister van Dierenwelzijn hier ook in beeld komt om daartoe mee aan de slag te gaan. En ik geef tot slot ook nog even mee dat we vaststellen dat ook de farmasector wil inzetten op preventie, want dieren die niet ziek worden, die hoeven uiteraard niet met antibiotica behandeld te worden. Vandaar mijn concrete vraag aan u. Op welke manier werd concreet gevolg gegeven aan de vragen die aan de Vlaamse regering werden gericht via de resolutie betreffende het antibiotica-gebruik bij nutsdieren? Zal er een evaluatie gemaakt worden van het ondersteunend beleid dat Vlaanderen voert voor het welslagen van het visie 2020-plan en het convenant? Wil Vlaanderen ook een meer prominente ondersteunende rol spelen bij de realisatie van het nieuwe plan 2024, AMCRA? En is de minister vragende partij dat de deelgebieden naar aanleiding van dit 2024-plan wel betrokken worden als ondertekenende partner van het nieuwe convenant? Dank u wel. Dank u wel voor deze vraag, collega Taupe. Mevrouw de minister, graag aan u het woord. Wel, collega, het diergezondheidsbeleid, inclusief de preventie, de normering en het gebruik van diergeneesmiddelen zoals antibiotica, is een federale bevoegdheid. Op politiek niveau is dat de portefeuille van collega's De Blok en Ducarme. Collega Ducarme is populair vandaag in de commissie. Op ambtelijk niveau wordt het beleid uitgevoerd door het Federaal Geneesmiddelenagentschap en het Federaal Voedselagentschap. Dat we zelf niet bevoegd zijn, verhindert niet dat we vanuit Vlaanderen ook een bijdrage leveren aan het verhogen van de bioveiligheid op de bedrijven. Het uitgangspunt is dat hoe minder ziektes in de stal en veestapel sluipen, hoe minder diergeneesmiddelen gebruikt moeten worden. Beter voorkomen, collega, dan genezen. En zo kom ik tot uw vragen. In de resolutie van 13 januari 2016, waar u naar verwijst, is het belang van sensibilisering benadrukt. De resolutie omvatte een zestal punten. En met uw goedkeuring zal ik de acties overlopen die ondertussen door mijn voorgangers voornamelijk genomen zijn. Eerst en vooral het inzetten op de verdere bewustmaking. Naast de demonstratieprojecten en de reguliere voorlichtingsinitiatieven zijn in de loop van 18 en 19 bijkomende studiemomenten en sensibiliseringsacties rond verantwoord antibiotica-gebruik georganiseerd. Dat gebeurde in samenwerking met de praktijkcentra voor de dierlijke sectoren. Ook zijn er persartikels hierover gepubliceerd en werd een reportage door Plattelands TV gemaakt en herhaaldelijk uitgezonden. Tweede dan, rond diergezondheid en verantwoord antibiotica gebruik zijn vanuit landbouw twee Interreg-projecten mede gefinancierd. Het eerste project onderzoekt de antibiotica-resistentie bij mens en dier. De onderzoeksgroep van professor Jeroen de Wulf, voorzitter van AMCRA, is hierin projectpartner. Het tweede Interreg-project onderzoekt het beheer van de rode vogelmeid in de pluimveehouderij, de rode vogelmeid. Daarnaast is ILVO betrokken bij meerdere federale of Europese onderzoeksprojecten over dit thema.
derde thema. Bij de voorlichtingsactiviteiten die het departement organiseert, wordt de koppeling gemaakt tussen antibiotica-reductie en bedrijfseconomische aspecten. Het bedrijfseconomisch argument is van groot belang om veehouders te sensibiliseren en te overtuigen om minder antibiotica te gebruiken. Geneesmiddelen en visites door de bedrijfsdierenarts kosten de veehouder geld. Men doet dat zeker niet voor het plezier. Vierde onderdeel, de hygiëne en de stalkwaliteit. De bioveiligheid op een veehouderij heeft vooral te maken met managementpraktijken. Men kunnen soms investeringen in de stalinfrastructuur verplicht maken om de veiligheid te verhogen. Het VLIF kan hiervoor uiteraard gebruikt worden. De landbouwers zijn op de hoogte dat zij voor investeringen beroep kunnen doen op dat VLIF. Ten vijfde dan, Vlam gebruikt verantwoord antibiotica gebruik als promotieargument bij hun business-to-business communicatie in het buitenland. Voedselveiligheid blijft het belangrijkste argument. En dan ten zesde, of zesde aanbeveling, in het landbouwrapport 18, dat gemaakt wordt door het departement Landbouw en Visserij, wordt aandacht besteed aan het thema. Dus ik denk, collega, dat we mogen besluiten dat de resolutie zeker opgepikt is. Voor elk van de zes actiepunten zijn effectieve acties ondernomen. En dat is uiteraard de verdienste van mijn voorgangers, waaronder Joke Schouwvliegen, hier aanwezig. En ik engageer me, ik zou niet anders durven, om ook mee aan de kar te blijven duwen of trekken. Dan uw tweede vraag. Sinds 18 is het project sensibiliseren en bewustmaken van de veehouders over het verder reduceren van het antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren een prioritair project geworden binnen de werking van het departement Landbouw en Visserij. Afgelopen en geplande activiteiten binnen dit project worden jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie gebeurt door en voor het departement ter verbetering van de eigen werking. Dan uw derde en uw vierde vraag neem ik samen. In feite doen we al meer dan waarvoor we bevoegd zijn, maar we doen dat met plezier, collega. Bij de Lambermont-staatshervorming in 2002 is de keuze gemaakt om dierengezondheidsbeleid los te koppelen van landbouwbeleid. Het eerste bleef een federale bevoegdheid, het tweede werd regionaal. De middelen om dierengezondheidsbeleid te voeren maken... de kandidaat-voorzitter is daar. Maak een deel uit van de begroting van de federale overheid. Ook de expertise zit daar. Een nog meer prominente rol spelen dan we vandaag al doen is... moeten we bekijken of dat mogelijk is. Ik wil dat zeker ook bekijken, maar ik denk echt dat we ook niet mogen onderschatten wat er gebeurd is in zaken de inspanningen ook. Want we zien effectief ook, collega's, een afname in het antibiotica-gebruik. Maar uiteraard sta ik zeker open voor suggesties die u in dit verband ook zou maken. Dank u wel, mevrouw de minister. Collega Talp. Ja, dank u, mevrouw de minister, voor het verduidelijkende antwoord. Ik ben in ieder geval dat u blij aan de slag gaat dat u met uw bevoegdheden in zaken preventie. Dank ook voor de toelichting bij de resultaten of de inspanning die geleverd zijn naar aanleiding van de resolutie. Dat mogen geen vodjes papier zijn, maar we moeten daar echt effectief resultaten nastreven. Ik stel vast dat er verschillende stappen zijn geleverd, dus laat ons daarmee verder aan de slag gaan, ook in de volgende legislatuur. Het was ook geen vraag van ik trek hier aan de alarmbel, maar eigenlijk een oproep om mee aan de slag te gaan en toch een redelijke prominente rol te spelen in het beleid die inderdaad hoofdzakelijk op federaal niveau zit, maar waar we toch vanuit Vlaanderen preventief een aantal zaken mee kunnen gaan begeleiden. En u haalde het ook aan, ik weet in Nederland bijvoorbeeld voeren ze heel wat strenger antibiotica-beleid. Ik hoor van u dat de Vlam ook wel inzet op die promotie naar het buitenland, dat we daar sterk op inzetten. Dus ik denk dat dat iets dat we zeker verder moeten meenemen en hen daarin sensibiliseren om daar die promotie nog meer te gaan aanwakkeren. Dat we op dat vlak ook heel goed bezig zijn wat betreft ons antibiotica-beleid. Dus ik denk dat ik daarmee eigenlijk alles beantwoord heb. Dank u wel. Zijn er collega's die zich willen aansluiten? Nee, dan geef ik terug het woord aan mevrouw de minister. Collega, ik heb u heeft een aantal suggesties gedaan, dus we nemen die mee. Voor u voldoende mogen de vraag als afgesloten of afgerond beschouwen. En we gaan over naar de volgende vraag van collega Talpe over een totaal andere problematiek, namelijk over de invoering van een statuut voor kinderboerderijen. Collega Talpe. Ik zorg voor wat variatie in de commissie.
Het gaat over kinderboerderijen. Dus de populariteit die neemt toe. Maar wie een kinderboerderij wil opstarten, die stoot toch op onduidelijkheid of zelfs ja, onbestaand statuut om een dergelijk initiatief te gaan realiseren. En net daarom beschikken we in Vlaanderen ook niet over cijfers van het aantal kinderboerderijen. En weten we eigenlijk ook niet welke kinderboerderijen een combinatie vormen met onder andere educatieve projecten, recreatieve projecten, drank, eetgelegenheden, logies of hoevenverkoop, ja, al dan niet in hoofd of bijbeleid. Daar hebben we eigenlijk geen zicht op. En precies dat laatste maakt de zaak ook verschillend van echte landbouwbedrijven, dat men die combinatie doet met andere activiteiten. En heel wat mensen die een kinderboerderij opstarten of dat willen, die hebben geen echte link met beroepslandbouw. En die doen dit ook vaak in bijberoep, zeker in een startfase. En dan is er dus sprake van een niet-landbouwactiviteit en zitten we ook in de sfeer vaak van zonevreemde activiteiten. Nu, naast het gegeven dat die kinderboerderijen zich veel eer in de para-agrarische dan in de puur agrarische sfeer situeren, is er ook onduidelijkheid over ja, de bevoegde instanties. Want naast die landbouwactiviteiten hebben we dus ook het recreatieve, het educatieve en zelfs horeca-aspecten die dus gemoeid zijn met die kinderboerderij en waar het dus niet duidelijk is wie dat de bevoegde instanties zijn en hoe dat daar te werk gaat. Nu, er rijzen ook vragen naar het gebruik van gebieden die voor landbouw bestemd zijn. Het beleidsplan Ruimte Vlaanderen streeft ernaar om nieuwe niet-agrarische activiteiten in landbouwgebied te weren, in zoverre ze landbouwfuncties zouden kunnen belemmeren. Nu, dat hoeft bij kinderboerderijen niet per definitie het geval te zijn. Zeker niet wanneer ze ook deel uitmaken van de taakverbreding van professionele landbouwbedrijven. En wanneer het gaat om niet-professionele landbouwbedrijven, veelal dan uitgebouwd door mensen in bijberoep, is dat natuurlijk heel wat minder evident. Nu, met die stijgende populariteit lijkt dus de oprichting van een duidelijk kader voor dit soort initiatieven zich op te dringen. Niet alleen om duidelijkheid te verschaffen voor uitbaters van kinderboerderijen, maar ook voor hun positie ten aanzien van de professionele landbouwbedrijven en hun activiteiten in agrarisch gebied. Vandaar mijn concrete vragen. Zal u samen met de minister van Omgeving een initiatief nemen om kinderboerderijen in Vlaanderen alsnog in kaart te brengen en ook de opstartproblemen te inventariseren waarmee zij worden geconfronteerd, zowel in hoofd- als bijberoep? Welke plaats moeten kinderboerderijen volgens de minister innemen ten opzichte van professionele landbouwbedrijven? Bent u voorstander van de invoering van een apart statuut voor kinderboerderijen en zal u initiatief nemen om samen met uw collega's van onder meer toerisme, onderwijs en cultuur ook te onderzoeken op welke manier dergelijk statuut kan worden geïmplementeerd ten einde toch duidelijkheid te creëren voor zowel de aspirant-uitbaters van kinderboerderijen als professionele landbouwers? Dank u wel voor uw antwoord. Dank u wel, collega Talpe. Mevrouw de minister. Dank u wel, collega. Zoals u zelf aangeeft, staan kinderboerderijen en professionele landbouwbedrijven soms ver van elkaar af. Sowieso ben ik zelf bezorgd om het gebruik van het agrarisch gebied waar de professionele landbouwbedrijven prioritair over moeten kunnen beschikken, ook te vrijwaren. Het ruimtelijke beleid is, wat weet u, een bevoegdheid van collega Demir. Uiteraard zal ik in overleg gaan met haar over alle aspecten die het agrarisch gebied aanbelangen. Kinderboerderijen vandaag kunnen verhunt worden in bestaande landbouwbedrijfsgebouwen van een voormalig of actief landbouwbedrijf in toepassing van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen. In de regel zijn er geen bezwaren tegen de inrichting van stallingen van een vroeger landbouwbedrijf tot kinderboerderij en de betekenis van een landbouw-educatief initiatief. Maar we moeten er wel over waken dat het initiatief op termijn niet gaat ontsporen. Horeca, handel of diensten kunnen als ondergeschikte functie aanwezig zijn. Een feestzaal uitbaten is al een beetje moeilijker. Dat zult u ook wel begrijpen, denk ik. De voorkeur gaat sowieso uit naar landbouwbedrijven in de randzones van de stedelijke of verstedelijkte gebieden of binnen woonkorrels in agrarisch gebied. En dan dat statuut, collega. Ik ben daar maar nog eens, ik ben nieuw als minister. Ik luister graag naar al uw suggesties, maar ik ben eigenlijk niet echt te vinden voor de invoering van een dergelijk statuut. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dit de complexiteit zal doen toenemen. Ook moeten de principes van goede ruimtelijke ordening altijd gerespecteerd worden, waarbinnen mobiliteit sowieso ook een belangrijk aspect is. Maar dat is mijn persoonlijke mening op vandaag. Collega Talpe.
Ja, dank u mevrouw de minister. Ja, ik volg u wel dat we niet complexer moeten maken of alles gaan overreguleren. Dat was ook niet echt de bedoeling van mijn vraag. Vooral die duidelijkheid, het kader dat we willen scheppen aan mensen die dergelijk initiatief willen opstarten. En ook die fijne lijn, zoals u zelf ook aanhaalt en ik daarnet in mijn toelichting aanhaf, tussen mensen die echt wel professioneel landbouw gaan uitbaten en dan die nieuwe activiteiten die zich daar gaan vestigen. Nu, mijn collega Van der Jeugd heeft in de vorige legislatuur daar ook al vragen over gesteld, dus dat er geen cijfers voorhanden waren. En vraag om daar ja, een duidelijk kader rond te scheppen. Ik hoop dat we daar toch wat richtlijnen kunnen geven naar mensen die dergelijke initiatieven kunnen of willen opstarten. Ik denk dat we dat ook moeten omarmen, zeker naar professionele landbouwers die richting meer differentiatie gaan, taakverbreding, die dat ook vaak nodig hebben om tot een rendabele, leefbare onderneming te kopen. Dus ik denk dat we hen daar toch maximaal moeten in faciliteren en inderdaad alle bezorgdheden ook meenemen wat betreft de inname van onze open ruimte. Ik denk dat dat ook buiten kijf staat wat onze partij betreft. Dank u wel. Ja, zijn er collega's die zich willen aansluiten? Nee. Mevrouw de minister, nog een aanvulling? Nee? Nee. Ik zag collega Rombouts eerst kwaad kijken en nu weer vriendelijk kijken. Dus ze is tevreden met het antwoord, denk ik. Collega Talpen? Nee. Dan mogen we deze vraag ook als afgesloten of afrond beschouwen. Op vraag van de minister zou ik de vergadering een paar minuutjes schorsen, omdat er... Doe maar de vraag. Ja, dan gaan we toch de vraag doen. Collega Tommelijn, het is een vraag van u over de visserij, en namelijk over de toekomst van de VZW Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie. Collega Tommelijn, graag aan u het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, goedemorgen. Beste collega's, de Vlaamse en internationale visserij staat voor enorme uitdagingen en dat zal niemand in twijfel trekken. Denk maar aan de economische leefbaarheid, de instroom in de sector, de nakende Brexit, maar vooral de ecologische duurzaamheid en innovatie. Mijn vraag richt zich dan ook graag op die laatste uitdaging, mevrouw de minister, duurzaamheid en innovatie. 12 oktober 2017... werd de VZW Ondersteuning voor Visserij in Transitie, OVIS, door de werkgevers en de werknemers in de visserijsector officieel opgericht. De oprichting van deze VZW kwam er na het verdwijnen van de Stichting Duurzame Visserijontwikkeling, het SDVO, en de bedoeling was dat de nieuwe VZW een antwoord zou bieden op de vele uitdagingen rond verduurzaming en innovatie waar onze visserij voor staat, maar ook voor de ontwikkeling van aqua- en maricultuurprojecten die in Vlaanderen nog steeds in de kinderschoenen staat. Het is dan ook dat soort innovatieve en duurzame projecten waarvan de VZW OVIS verwacht wordt een belangrijke rol te kunnen spelen voor de transitie van onze visserij naar een moderne, naar een duurzame en een weerbare sector. Mevrouw de minister, de federale en de Vlaamse overheid kunnen elk één vaste waarnemer afvaardigen die de raden van bestuur van de VZW bijwoont, weliswaar zonder stemrecht. In het wetenschappelijk orgaan zetelen zowel federale als Vlaamse onderzoeksinstellingen en voor Vlaanderen is dat het ILVO, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek. De kredieten voor de VZW komen van het federale zeevissersfonds, maar werden wel toegekend aan de sector. In de nieuwe VZW zekerden ook wetenschappers en marinebiologen die hun oordeel kunnen geven over ingediende projecten. Enkel na positief advies van een wetenschappelijk adviesorgaan is het de bedoeling dat de Raad van Bestuur van OVIS een project kan laten opstarten. Ik heb volgende vragen aan u, mevrouw de minister. 1. Wat is 2 jaar na de oprichting de huidige stand van zaken van de VZW OVIS? Werden ondertussen reeds projecten ingediend binnen de VZW? Zo ja, om welke projecten gaat het? Werden de projecten beoordeeld door het wetenschappelijk adviesorgaan en of de Raad van Bestuur? 2. Hoe evalueert u als minister de werking van de VZW OVIS? En 3. De rol van het departement in de VZW OVIS bestaat erin na te gaan of projecten de toets van de staatssteun kunnen doorstaan. Heeft het departement deze rollen ten volle kunnen spelen? Moet er soms ingegrepen worden? En zo ja, wanneer werd het advies van het departement door de VZW dan ook effectief gevolgd? 4e vraag. Welke rol ziet u voor de VZW OVIS in de toekomst ter ondersteuning van het Vlaamse visserij- en aquacultuurbeleid? En plant u overleg met de bevoegde federale collega's om de visie vanuit de federale en de Vlaamse overheid ten aanzien van de VZW OVIS op elkaar af te stemmen? Alsjeblieft. Dank u wel, collega Tommelijn. Mevrouw de minister.
Dank u wel, collega. Ik wil eerst en vooral benadrukken dat het ondersteuningsfonds voor visserij in transitie, OVIS, een VZW is die opgericht is door de werkgevers en de werknemers in de visserijsector, met eigen vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur. De federale en Vlaamse overheid hebben elk één vaste waarnemer zonder stemrecht die de Raden van Bestuur bijwoont. Hun taak is voornamelijk erop toezien dat de staatssteunregels gerespecteerd worden en dat er geen dubbele financiering is. De Raad van Bestuur van OVIS heeft haar goedgekeurde beleidsplan in september overgemaakt aan ons departement met de vraag om de staatssteunregeling bij de Europese Commissie aan te melden in uitvoering van artikel 108, derde lid van het verdrag over de Europese Unie. De aanmelding, collega's, is gebeurd op 26 september 2019. Er zijn volgens onze informatie nog geen projecten ingediend of beoordeeld. Het is namelijk niet toegelaten binnen het Europese kader voor het verlenen van staatssteun om steun toe te kennen vooraleer het aanmeldingsdossier formeel goedgekeurd is. En dat moet gebeuren door de diensten van de Europese Commissie. Daardoor kan er ook geen projectoproep uitgeschreven worden door OVIS en kunnen er ook nog geen projecten betoelaagd worden. Hoe evalueer ik de werking? Aangezien er nog geen projecten zijn ingediend, kan ik eigenlijk nog niet veel evalueren. Sinds de oprichting van de VZW in het najaar van 2017 is er vanuit de Raad van Bestuur energie gestopt naar de analyse van de behoeften van de visserijsector. Er werd bijvoorbeeld een inschatting gemaakt van de gevolgen die de Brexit zal hebben. Die analyses hebben geresulteerd in een beleidsvisie van de Raad van Bestuur van OVIS, waarvoor de aanmelding van de steunregeling bij de Europese Commissie dus eind september plaatsvond. In die beleidsvisie wordt de focus gelegd op innovatie. U hebt er ook naar verwezen, transitie naar een duurzamer wordende visserij, de visser als behoeder van de zee, we hebben dat vannacht weer uitgebreid bediscussieerd, de veiligheid enzovoort. Die principes sluiten aan bij de prioriteiten die ik gaf voor de verdere toekomst van de visserijsector in Vlaanderen en waarbij u naar aanleiding van onze beleidsnota mee uitgebreid hebt gediscussieerd. Dan uw derde vraag. Het departement heeft de VZW begeleid bij de opstart voor wat betreft de toetsing van de conformiteit van de beleidsvisie van de Raad van Bestuur met de staatssteunregels. De leden van de Raad van Bestuur stonden erop om zelf een analyse te maken en een beleidsvisie op te maken conform hun bevindingen. De vierde vraag over de rol en de toekomst. De beleidsvisie van OVIS toont aan dat de VZW de nodige aandacht wil hebben voor de Brexit en de mogelijke zware gevolgen die dat zal hebben op de West-Europese visserijactiviteiten. Voor mij is dit positief. De gevolgen zullen ook voelbaar zijn voor onze Vlaamse visserijsector en bij uitbreiding ook voor de Vlaamse visveilingen en de visverwerkende bedrijven. Dus de visie over het belang van duurzaamheid en innovatie die kan ik in elk geval mee onderschrijven. Ik vind het wel van belang dat de beschikbare Vlaamse en Europese middelen zo optimaal mogelijk ingezet worden. Daarom zal ik erover waken dat het beleid van de respectievelijke bevoegde overheden en de inzet van de middelen van OVIS elkaar maximaal aanvullen en versterken. Als het nodig blijkt, zal ik zeker niet nalaten om met de andere betrokken overheden hierover in overleg te gaan in het kader van een goed Vlaams visserijbeleid. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw de minister. De burgemeester van Oostende. Dank u wel, meneer de voorzitter, tevens ook collega burgemeester. Mevrouw de minister, ik vermoed en uit uw antwoord kan ik afleiden dat wij op dezelfde golflengte zitten en dat wij alleszins zeker niet ver van elkaar zitten, maar dat verwondert mij ook niet. Dat is in het verleden al meermaals zo geweest. Maar ik denk inderdaad dat het positief is dat u dat positief evalueert. En wij hebben inderdaad op dit moment ook op het federaal niveau toch wel partners om die duurzame visserijprojecten te realiseren. We hebben een zeer uitzonderlijke situatie waar wij niet de volle bevoegdheid hebben over de Noordzee, maar daar een stuk federale bevoegdheid is. Maar dat neemt niet weg, zeker ook op andere vlakken, dat er goed samengewerkt wordt tussen de federale en de Vlaamse overheden. Het heeft inderdaad geen nut, volgens mij, dat middelen zich momenteel blijven opstapelen, omwille van administratieve of technische redenen. Ik vind het heel positief dat eindelijk de aanmelding bij Europa is gebeurd. Dit was echt iets wat bleef op zich laten wachten. En ik zie onmiddellijk dat u een minister brengt die daar schwung in brengt, want net nadat u het departement betreden hebt, wordt het aangemeld. En ik denk dat u dus ook zelf beseft dat dit is waar we moeten sterk op inzetten.
Deze visie 2, die in feite nog niet ten volle haar werking heeft kunnen laten gelden, betekent een belangrijke impuls voor de aquacultuur in Vlaanderen. Onze wetenschappelijke kennis, mevrouw de minister, is op dat vlak enorm. Recent vierde nog maar het 20-jarig bestaan van het verlies. Ik heb u daar ook van op de eerste rij mogen aanschouwen. Het was wel een boodschap via de film, maar via een filmpje. Maar op de viering werd ook duidelijk dat ons land een van de sterkste aanwezigheden heeft van marine wetenschappers ten opzichte van ons inwonersaantal. En dat betekent dat ons deel van de Noordzee, het Belgische gedeelte, noem maar Vlaamse gedeelte als je dat zo wilt noemen, in feite een van de best bestudeerde zeeën van heel de wereld is. Dus wij moeten hier de opportuniteiten benutten die voortvloeien uit deze expertise om onze blauwe economie maximaal te benutten. We hebben een blauwe cluster gemaakt met de Vlaamse regering. Dit is een belangrijk gedeelte van de blauwe economie die op dit moment onderbenut wordt. En ik hoop dat u er bij de visie 2 op aandringt, van zodra de aanmelding is behandeld, dat er projectoproepen worden gerealiseerd en dat in het belang van onze sector en zeker in de strijd die wij zullen moeten voeren tegen de gevolgen van de Brexit. Dank u wel. Dank u wel, collega Tomelin. Collega Koedizer. Ja, dankjewel. Wij hebben ook altijd de oprichting van die VZ2 ondersteund. Vooral omdat het eigenlijk de mogelijkheid heeft om op een moderne en heel transparante manier een beleid te voeren die ook stoelt op die wetenschappelijke basis. En collega Tomelijn refereert ernaar. Wij hebben inderdaad een zeer sterke wetenschappelijke instelling die absoluut ook een meerwaarde heeft. Wat voor ons wel belangrijk is, is dat we die transparantie en echt die doeltreffende werking kunnen realiseren. En het is nu misschien nog te vroeg. Het is inderdaad goed dat de eerste stap gezet is, namelijk die aanmelding bij de EU. Dat is de voorwaarde om projecten te kunnen indienen. Maar ik kijk toch inderdaad ook uit naar die projecten zelf, waarop we dan kunnen beoordelen in welke mate de middelen ook effectief en doelmatig ingezet worden. Maar ik ben blij van u te horen dat de middelen elkaar moeten versterken en dat we dus een meerwaarde moeten creëren. Dat daarvoor het overleg met alle andere overheidsinstanties zo goed mogelijk moet verlopen, dat is uiteraard een evidentie. En ik heb daar ook wel alle vertrouwen in tot op vandaag. Mijn collega Sabine Vermeulen heeft in het verleden een aantal keer gevraagd of de VZW Previs ook deel kan uitmaken van het convenant visserij verduurzaamd. Dit was in het verleden niet zo, alhoewel, en dat klopt natuurlijk ook, de redercentrale is daar dan, die deel uitmaakt van de VZW, is daar dan wel rechtstreeks in betrokken. Maar in 2020 moet een nieuw convenant opgemaakt worden, visserij verduurzaamd. En het klopt dat innovatie, verduurzaming, veiligheid, dat absoluut onze prioriteiten zijn in het visserijbeleid. Dus mijn vraag is of nu in het nieuwe convenant die VZW Previs wel als een partner, eigenlijk een volwaardige partner, kan opgenomen worden in die werking en voorbereidingen van dat nieuwe convenant. Dank u wel, collega Van Eekhout. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, heel kort. Ik denk dat we inderdaad in deze commissie genoegzaam bekend zijn met de uitdaging voor onze Vlaamse visserijsector en dat we die allemaal heel ernstig nemen. In die zin is het bestaan van deze VZW ook een zeer belangrijke stap om een aantal antwoorden te formuleren op korte termijn. Want ik denk inderdaad dat de problemen urgent zijn. Vandaar nog één aanvullende vraag. Ja, we zijn 2 jaar na de oprichting van de VZW. U heeft zelf aangegeven dat er een aantal redenen zijn waarom dat de concrete uitrol van projecten wat op zich laat wachten. Nu, wetgeving en techniciteit en zo verder is één iets. Maar ik ben toch benieuwd, heeft u zicht op wanneer de eerste projecten zouden opgestart kunnen worden wanneer dat in orde is. Dank u wel. Dank u wel voor deze aanvullende vraag. Mevrouw de minister. Dank u, collega's. Ik zal starten met u, collega Van Eekhout. Het probleem is dat ze maar mogen als die aanmelding in orde is. Dus
Ze kunnen nog niks doen nu. En de reden waarom dat maar op 26 september ingediend is, ik kan daar veel bij bedenken, maar dat heeft geen zin. Dat is voer voor de geschiedenis. Bijzonder is dat het ei gelegd is. Hè. En ik zal jullie... Enfin, ik ga het zelf goed in het oog houden wanneer dat goedgekeurd is. En dan kunnen ze van start... De vis gelegd kon het niet zijn, hè, want ik ben nogal in een vishumeur vandaag. Maar het is het ei dat gelegd is. Maar wel dat vissen ook... Eetjes daar niet. Dus voilà, dus een vis kan eigenlijk toch wel een neerleggen. Ja. Wat blieft? Oei. Uitschieten? Kuitschieten, ja, in het West-Vlaams was dat een hele vreemde opmerking. Collega Koedizer, ja, een beetje hetzelfde. Het is maar als de aanmelding goedgekeurd is dat je kunt overgaan tot het lanceren van oproepen. En daar wil ik echt over afstemming met alle actoren. Zeer, zeer belangrijk dat we daar geen euro's ook laten verloren gaan. De uitdagingen zijn enorm, de budgetten zijn beperkt. Dan previs wordt opgenomen in de werkgroepen die het nieuwe convenant voorbereiden. Dat is een bottom-up initiatief. Alle expertise is welkom. En ik herinner mij dat in het vorige convenant, dat ik toen ik mijn eerste uitleg erover had, dat ik niet gezegd had dat ik denk dat Natuurpunt is, collega Van Eekhout, die mee... goedgekeurd had en dat u mij daar op attent gemaakt heeft dat ik dat niet gezegd had. Dus voor mij, hoe meer zielen, hoe meer vreugd wat dat betreft, als we maar een goed nieuw convenant hebben. En dan collega Tommelijn, de aquacultuur. Wij delen daar zeker, zeker dezelfde liefde voor aquacultuur. We hebben het daar ook uitgebreid over gehad bij de bespreking van de beleidsnota. Die aquacultuur zal de komende jaren ook bijzondere aandacht krijgen. En in dat verband ook de samenwerking met de Blauwe Cluster. Maar, en ik ben heel blij dat u er ook naar verwezen heeft, ons Vlies heeft daar ook een heel grote expertise. En ook hier, heb ik al begrepen, zal het echt waken zijn dat iedereen gelukkig blijft, dat iedereen zich focust op zijn kerntaken en dat er geen terreingevechten ontstaan over de middelen. Maar u kunt daar ook mee een belangrijke rol in spelen. En ik heb gelezen dat u zich verder als grote verbinder wilt opstellen. Dus ook in deze is elke steun ook welkom. Dank u wel, mevrouw de minister. Collega Tommelijn, u hebt het laatste woord. Dank u wel, mevrouw de minister, voor deze mooie woorden. Zoals u weet sta ik midden in de mensen. Ik ben blij dat de eitjes gelegd zijn. Dank u wel. En met deze wijze woorden kunnen we deze commissie voor vandaag besluiten. Allemaal bedankt. Onze volgende afspraak is 8 januari. En dan hebben wij de toelichting over het GLB en het gesprek met de secretaris-generaal van het departement. De minister hoeft niet aanwezig te zijn, maar is natuurlijk... altijd welkom. Dankjewel.